Beste reizigers, goedemorgen. Het is weer maandag. Dus weer op weg naar het werk. Wat zo gaat dat op maandag? Nog steeds bezig met mijn nieuwe project op het werk, dus dat is wel leuk. Minder leuk dat het weer regent. Haat regen. Kun jij dat? Zo, even bij Smek kijken, die is met een spoedklusje bezig voor een partner van ons. Om teksten leuk gaan hier op het scherm te krijgen. Hij heeft geen rare letters meer die hij bewaart. De cursor blinkt niet meer als er niks staat. En het is nog steeds traag. Ja, jongen, wat een traag helm. Er zit zelfs een random duration tussen de letters. Gaaf. Dat is wel gaaf. Daar hebben we het antwoord op de vraag, heeft Casper de bel gehoord? Ja! Dat is... Ja! En we hebben... Bram! Ja! Lekker. Lekker dag gewerkt. Casper gaat me nog even de derde verdieping laten zien. Die hebben we er vanaf 1 januari hebben we die erbij. Dan gaan we een aantal werkplekken naartoe verhuizen. En wat extra vergaderruimte maken. Kunnen we daar dan via hier naartoe of niet? Nou ja, er komt dus een trap, boven deze trap. Mm-hmm. Dat is wel de bedoeling, ja. Gaaf. En deze ruimte, die houden we ook. Ja. Maar blijf je niet zitten, denk ik. Nee, precies. Wauw. Ja. Dat is wel veel ruimte ook. Ja. Is dit voor jouw nieuwe hokje? Nou, ja, dat weet ik dus nog niet. Toffe uitzicht ook. Ja, hè? Ja. Nou is ons uitzicht ook niet verkeerd, maar dit is hoger. Het is nog hoger. Ja, op de vierde is het nog gaver. Kijk, hier komt dan dus die trap naar boven. Ja, en dit was dus vroeger ook van ons, hè? Oh ja, precies. Heel lang geleden. Ja, dus hier, hier waren bureaus. En dit was vergaderruimte. Kun je wel zien. En hier zat dus een trap. En die, okay. Die kwam zo omhoog vanaf de tweede verdieping. En dan kwam je de vergaderruimte binnen? Ja. Nou, dus je kwam zo omhoog. Oh, oké. Okay. Ja. En hadden we hier van die steigerhouten... Die stijgerpalen, waar ook een straphekje van is. Ah ja, ja precies, ja. En zo kwam je hier zo naar boven en dan hing hier een tv. En hier een vergadertafel. En die deelden we dus met een ander bedrijf op de tweede verdieping. Toen hadden we nog de helft van de tweede verdieping. Mooi afgewerkt netwerkkabel ook hier. Ja, ja, ja strak. Hoe je dat doet, hè. Okay. Hier zit ook nog een. Dus waarschijnlijk waren dit ook ooit twee ruimtes. Oh. Grappig. Denk ik dan. Grappig. Stellingkasten en een 19-inch rek. En cupsoep. En een cupsoepmachine. Dat zouden meer mensen moeten doen. De vraag is dus, wat voor dingen mee gaan doen? Ja, precies. Dat is de woensdagvraag. De woensdagvraag. Want deze is voor morgen. Ja, dan is woensdag de... Ja. Blijkbaar is het de woensdagvraag. Oh. Morgen, Casper. Ga ik niet snel naar huis. Want het is eventjes 10 minuten droog. Bedankt voor het kijken. #Kohlrabi, elke dag vers om 5 over half 5. Joe.